Elke week kijken we in de Trump-update wat verder dan het nieuws van de dag. En vandaag wil ik het met je hebben over zijn kabinet. Dan denk je misschien, oh wat saai, bewindslieden, poppetjes. Maar geloof me, er is van alles aan de hand. Donald Trump is naar Washington gestuurd zoals je een Molotov-cocktail stuurt naar je vijanden. En zijn benoemingen zijn al net zo explosief. Trump is altijd duidelijk geweest over zijn plannen met Washington. De boel op stel te zetten, de in zijn ogen al maar uitdijende overheid aan banden leggen, het linkse beleid van Obama schrappen. En de mensen die dat moeten uitvoeren zijn soms letterlijk de vijand van het ministerie dat ze leiden. Als eerste is daar Rick Perry, voormalig gouverneur van Texas en presidentskandidaat in 2016 en in 2012 toen hij heel erg bekend werd omdat hij zich even niet meer kon herinneren welke drie ministeries hij ook alweer wilde afschaffen. It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education and the what's the third one there? Let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. Oops. Deze Rick Perry wordt minister van energie. Inderdaad, het ministerie dat hij wilde afschaffen, daar gaat hij nu de scepter zwaaien. En overigens, je zou denken dat zo'n ministerie gaat over olieboring of zo. En volgens sommige mensen dacht Rick Perry dat ook, maar dat schijnt niet helemaal waar te zijn. Het gaat veel meer over kernwapens en zo. Zijn voorganger was dan ook een kernfysicus. Maar goed, minister Rick Perry gaat de boel daar eens flink hervormen op energie. En dan is er Betsy DeVos. Dat klinkt al Nederlands en dat klopt. Maar haar familie komt ook uit Nederlandse contraien. Een gebied in Amerika waar heel veel Nederlanders in de 19e eeuw naartoe verhuisden. En Betsy DeVos wordt minister van Onderwijs. I, Elizabeth DeVos, do solemnly swear. I, Elizabeth DeVos, do solemnly swear. Mevrouw DeVos is miljardair en voorvechter van vrije schoolkeuze. Te veel openbare scholen in dit land zijn heel erg slecht. En haar oplossing is meer privéscholen. Ze wil ook arme ouders de mogelijkheid geven om hun kinderen naar die privéscholen te sturen door middel van zogeheten waardebonnen. Maar tegenstanders zeggen, hey, dat geld daarvoor, dat komt uiteindelijk uit de pot van die arme scholen die dat geld zo hard nodig hebben. Dus mevrouw DeVos is de baas van de openbare scholen, maar gaat misschien ook een beetje over de ontmanteling van die scholen. Er is nog een benoeming waarvan wordt gezegd, dat is alsof je een vos de baas maakt over het kippenhok. Scott Pruitt is minister van Justitie in de staat Oklahoma. In die staat hebben de afgelopen jaren heel veel aardbevingen plaatsgevonden. Veroorzaakt, volgens experts, door boringen naar gas en olie. Als minister van Justitie had meneer Pruitt natuurlijk die bedrijven kunnen aanklagen. Kunnen zeggen, jullie hebben schade aangericht, je moet betalen. Dat deed hij niet. Hij klaagde de landelijke milieuinspectie aan, de regering Obama. Want, zei hij, jullie maken het onze bedrijven lastig met allerlei eisen over milieu om hier hun werk te doen. Die meneer is nu door Donald Trump uitgekozen als de baas van de milieuinspectie. Dus de man die de milieuinspectie aanklaagde, moet nu de milieuinspectie gaan aansturen. Democraten noemen het waanzin. Scott Pruitt is a professional climate denier. Je moet onthouden dat rechtse politici vinden dat de milieuinspectie zichzelf te veel macht heeft toegeëigend in de Obama-jaren. En dat bedrijven met te veel regeltjes krijgen te maken, waardoor ze niet succesvol kunnen zijn. Trump belooft een economische opleving door bedrijven de vrije ruimte te geven. En zijn benoemingen zijn dus ook pro-bedrijfsleven en min of meer anti-ministeriële bevoegdheden. Volgende week een nieuwe Trump-update. Dank voor je aandacht en vergeet ons niet te volgen, zodat je geen update mist.